Ja, daar zitten we dan in Sporthal De Strepen in het mooie Sint-Oederode. We zijn hier bij de Fuji Mei Kids Cup op het gebied van taekwondo. En ik zit hier met niet de minste, Damien Laus. Damien, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent Nederlands kampioen sparren en laatst tweede geworden met springen. Ja. Wat doe je hier? De kleintjescoaches zijn jonger dan ik, dus ze kijken best naar me op. Dus dan, ze luisteren goed, dan kan ik ze goed coachen. Wat vind je nou het mooiste om te zien? Als iemand een mooie combinatie maakt, als iemand heel rustig blijft en één keer naar voren kan. Dat vind ik het mooiste. Ja. Het is een heel laagdrempelig toernooi. En dus je ziet alleen maar blije gezichten. En of het nou bij de tour of bij spar of bij springen is, ja, iedereen is gewoon dik tevreden. En dat hoor je ook van de coaches en scheidsers en de ouders. Maar kiezen ze voor de sport taekwondo, dan zullen ze merken dat het juist heel veel meer biedt als andere sporten. Want hier hebben we niet alleen de trappen en de stoten, maar we hebben ook nog onze respect en discipline. En er komt zoveel meer bij kijken als alleen maar trappen en stoten. Ja, Lot, we zagen jou een aantal wedstrijdjes sparren. Het zag er indrukwekkend uit. Wat is er nou zo leuk aan? Nou, gewoon het vechten met elkaar en dan wel met regels. Dat vind ik heel leuk aan. Ja, kun je daar wat over vertellen, over die regels? Nou, je mag niet op het achterhoofd en niet onder de band. Ja, nu zie je, we zien dat je nu een blauwe band om je middel hebt met rode slip of hoe heet dat. Wat zijn de volgende stappen die je kunt maken binnen deze sport? Naar rode band, dan half zwart en dan een zwarte band. De wens van de kinderen om op taekwondo te gaan, kwam die vanuit hunzelf of hebben jullie een taekwondo verleden? Eigenlijk hebben we de oudste is 13 nu en die hebben we eigenlijk verschillende sportkampen laten doen. Dan een keer taekwondo, zwemmen, basket, voetbal. En dan heeft hij gekozen van ja, dat wil ik doen. Wij zien jullie hier allemaal over die mat heen kruipen en rollen. En waar is dat allemaal goed voor? Voor taekwondo. En wat is nou jouw uiteindelijke doel? Voor de achtste dan van de zwarte band om te gaan. En hoe oud moet je daarvoor zijn, denk je, om dat te kunnen redden? De meeste zijn al opa. En als jullie thuis nou iets te eten krijgen, hè, wat helemaal niet lekker is, trappen jullie dat bord dan ook doormidden? Nee. Nee? Nee, gewoon meestal wel in de kliko. Oh, dat is veel beter. Je hebt zelf ook een school, zeg maar, hè, dus jij leidt kinderen op. Wat vind je daar nou het leukste aan om dat te doen? Ja, ik zou het toch wel een beetje voldoening. Het is niet alleen wat je geeft, maar ook wat je terugkrijgt van die kinderen. En als die met een grote glimlach weer naar huis gaan, ja, ik vind het prachtig. Maar je ziet ook wel heel veel verschillende motivaties. Sommige kinderen komen echt voor hun zelfvertrouwen. Of nou, die willen juist sporten. Die zitten vol energie, daarom kiezen ze de sport. Anderen hebben wat meer zelfvertrouwen nodig. Of zijn op zoek naar vriendjes of vriendinnetjes. En ik denk dat dat allemaal wel terug te vinden is in een taekwondo club. En op de eerste plaats Lucas. Thank you.